Zo'n 300 zwemmers doen zaterdag mee aan de City Swim to Fight Cancer. Ze grijpen maar wat graag deze kans aan om eens te zwemmen in de historische havens van Dordrecht. Want normaal mag dat helemaal niet. Hier overal is een zwemverbod van kracht. Maar ja, we hebben een enorme medewerking van de gemeente en van de politie. En zelfs de politie heeft 3 teams afgevaardigd die aanstaande zaterdag meedoen. En die trainen hier ook af en toe. Dus er wordt volgens mij wel een oogje dichtgeknepen. Ik woon zelf in Dordrecht dus en ik doe waterpolo, dus hoe leuk is het om dan in je eigen havens te zwemmen? Ja, geweldig, ik heb meerdere wedstrijden meegedaan, open water zwemmen, ook met WK en EK Master zwemmen. En dit is toch wel de mooiste omgeving waar ik tot nu toe in heb gezwommen. Er zijn meerdere afstanden. De gewone zwemmers kunnen een rondje Nieuwehaven-Wolwevershaven doen. Voor de getrainde zwemmers is er een tocht van 2,5 kilometer door de binnenstad. En het alles dus voor het goede doel, de bestrijding van kanker. Mijn zus komt uit Dordrecht en 4 jaar geleden aan kanker overleden. En ik heb zelf afgelopen half jaar twee operaties gehad in verband met kanker. Dus het is voor mij iets meer dan alleen maar sponsorswim, maar ook een stukje revalidatie en een overwinning ook op zich. En de deelnemers kunnen meemaken hoe het is om te zwemmen met een Olympisch zwemkampioen. Ambassadeur van de City Swim is namelijk Maarten van der Weijden. Je zou kunnen proberen om hem eruit te zwemmen. Ja, dat is een mooie uitdaging inderdaad. Probeer het maar. Eens kijken of het lukt. Ja, zwemmen in de Dordtse havens, het mag dus normaal niet. Dus ja, als verslaggeefster van RTV Rijnmond hier in Dordrecht kan ik deze kans niet laten lopen natuurlijk, hè.